Het is een beetje de gewoonte dat landen elkaar uitnodigen om bij elkaar op visite te komen. Nou, Nederland heeft ook al een aantal uitnodigingen gehad. Zo gaan ze vanavond naar het feestje van Israël. En ik heb me laten vertellen dat dat nogal een extravagant feestje kan gaan worden. Dana International is degene die voor Israël gaat uitkomen. En ja, we kennen Dana natuurlijk nog van een aantal jaren terug. En toen was ze al extravagant en dat schijnt nog steeds zo te zijn. Nou, Nederland stuurt natuurlijk ook uitnodigingen. Gisteren hadden wij ook al een aantal gasten. We hadden Denemarken en we hadden Lena uit Duitsland. En vandaag hebben we Nadine Bijler en zij vertegenwoordigt Oostenrijk. Nou, ze zit hier achter mij. Je ziet alweer de nodige pers natuurlijk. Ik had begrepen dat Nadine een cadeautje had meegenomen voor de Drieërs. En de Drieërs ook een cadeautje hadden voor Nadine. Nou, ik wil er natuurlijk eventjes het fijne van weten. Ik moet nog wel eventjes wachten, want ze zitten nog lekker aan een biertje bij te praten. En zo dadelijk trek ik Nadine eventjes voor onze Sterren.nl-camera. Spread your wings and fly, fly, fly. Nou, daar staat ze dan, de Oostenrijkse inzending Nadine Bijler. You brought a little present for the three J's, right? Nadine. Yes. Did you know that he's a great skier? Oh, really? Are you a great skier as well? She's from Austria, man. I'm a snowboarder. But where you live, there is also mountains. There. Yeah, big mountains, much snow in the wintertime. Yeah. And you brought a little Austria snaps, did you? Yes, from my little village. It's an Inting. My village is called Inting, and it's an Intinger Schnaps. Yes. Yes. I hope they like it. And how does it taste? Like sweet or very strong? Or I didn't taste it. I have to say I don't drink schnapps, but I hope that they will drink schnapps. Well, on the party boat. Believe me, they drink schnapps. Yeah, they the do. Right they present. Do. The That's right good. Present. How do you think the boat is? Oh, I love the boat. I was here for at the party a few days ago and it was so great. And they have luck because the weather is so nice here and it's so hot. And yeah, I love it. Everyday party, I think. Or are you partying every day as well? No, yesterday we had a break because it's the next days are very important and so we needed a break. But I like to make party, but maybe without press. And how is it about with the nerves? Are you nervous already? Oh, since yesterday, because in 3 days it's the contest and it's so crazy. And the last month it was a long time for preparing, and now the moment comes nearer and nearer. And yes, a little bit nervous, maybe. Yeah. Sweet and calm you trail.
your dreams, I will be here. And we'll find... Austria didn't participate with the Euro Song Contest for 2 or 3 years. You're the first one after these years. Yeah. Isn't the pressure real big for you then? Oh, no, not really. I got a really good feedback and support from my country, and they are so proud still, so I have a good feeling. And also I got super feedback from Europe, and maybe I will reach a final. That would be so good for Austria, just reach the final. Yeah. It would be good for the confidence of Austria in the music, because we have such good musicians, and yeah, but they don't come out. No. So. Because when you look at the history of Austria with the Euro Song Contest, yeah, the last time you won, you yeah, only won... Yeah. Merci, merci, merci für die Stunden, Cherie. Yeah, yeah, unser Udo. Yes. That's your proud song. Yes, yes. Okay, enjoy your week and take your snaps with the 3Js. I'll take one as well. Okay, promise. Thank you very much. Ontzettend leuk. Ja, ontzettend goede zangeres. Echt een leuke meid. Zeer relaxte mensen. Nu toe is het hele jam sessie gebeuren een groot succes. Het was een beetje een gok, want je kan geen dingen afspreken van tevoren. Maar de Tros heeft ingestemd met dat we een toetsenist mochten meenemen. En dat bewijst zijn waarde, want je kan met iedereen kan je meespelen. Iedereen haakt in op elkaar en succes gegarandeerd. Genieten, ja. De meeste op de kade hebben het leuk, wordt overgeluld. Daar gaat het om. Yes.